Goedemorgen. Ik heb eigenlijk een tijdje niet gevlogd na Pinkpop. Denk ik niet meer. Komt omdat ik een beetje met de problemen heb met mijn camera's en mijn telefoon. Maar vandaag is weer een leuke dag, want we hebben een echo. Of tenminste, ik ga ervan uit dat het een leuke dag is. Ik heb een goed gevoel over. En het is de termijn echo. Zit jullie even hier nu? Het is dus de termijn echo, dus dan horen we wat de uitgerekende datum gaat zijn. En daar ben ik heel benieuwd naar. Hij staat nu, ik zeg het gewoon, op 18 januari. Ik ben benieuwd of ze dat bij gaan stellen. Ik hoop het niet. En als het bijgesteld moet worden, dat het dan naar voren. Niet omdat ik graag wil dat het eerder komt. Ja, dat wil ik ook wel natuurlijk. Maar want dan betekent dat het goed groeit. Dus dat hoop ik. Nou, dus later is het ook niet erg. Als ze maar gewoon maar goed hartje horen. En misschien kunnen we ook wel iets moois zien. Al dat het echt wel. Als ik in die apps moet geloven, dan zie je echt wel een mensje nu. Dus ik ga denk ik de echo weer een audio recording van maken. Ik vind het een beetje awkward om te filmen. Maar ik vind het wel leuk om het geluid te horen. Wat je zegt. Een soort podcast. En dan laat ik jullie daarna even de echo zien. Mits alles goed is. Anders zien jullie helemaal niks van dit. Maar ik hoop dat alles gaat goed. Vertrouwen in. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik moet wel een beetje haasten nu. Want ik was zo misselijk vanochtend. Het is een goede indicatie dat ik nog gewoon kei zwanger ben. Dat wel. Dus nu moest ik alles last minute. Toen de misselijkheid iets minder was. Ik had mijn thee achter kiezen. Die overigens hier zit voor mijn gevoel. Nu kan ik. En na vandaag vind ik het ook niet zo erg om dingen tegen wat mensen, meer mensen te zeggen. Want we hebben het nog niet tegen heel veel mensen gezegd. Dus dat is dan ook wel leuk dat we dat kunnen doen. Nou. Doei. Oké, ik was dus een beetje zenuwachtig, dus ik heb niet geluidsopnames gemaakt tijdens echo, maar oh, het was zo leuk. Ik hoorde, ik zag het bewegen en het is echt zo lief. Ik dacht, ik zal het even laten zien. Kijk, het is echt wel een mensje. Ik vind deze ook zo leuk. Hier kun je keigoed het snoetje zien. Ja, ik weet niet of dit leuk is voor andere mensen, maar als mama is dit echt, oh. En hier zie je dan het handje en het beentje. Ik ging helemaal. Ik schoot echt meteen helemaal vol met tranen. Toen ik dat zag, dacht ik, oh, wat zo schattig. Het was zo leuk. Oh, ik ben zo blij. Ik heb meteen een zwangerschapsverklaring gekregen. Die ik dan aan mijn baas kan geven, wat ik zelf ben. Kan ik wel een keer een video over maken. Over hoe je dat moet doen als je zelfstandig ondernemer bent. En dan heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Dus, dus dat moet je bij de UWV aanvragen. Dus die heb ik gekregen. En wij gaan de NIP-test doen met nevenbevindingen. Dus daar moet ik een afspraak voor maken. En bloed, gewoon de standaard zwangerschapsbloedtesten moet ik ook afspraak voor maken. Dus dat moet ik allemaal gaan doen. En de kraamzorg aanvragen, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Weet eigenlijk niet waarom. Denk dat ik dat vergeten was. Oh, maar alles is goed. En het hartje klonk goed. En mijn uitgerekende datum is naar voren geplaatst. Ik hou hem denk ik eventjes voor mezelf in de vlog. Omdat Olivia op de uitgerekende datum kwam. Vind ik dat een beetje een gekke dag om te delen ofzo. Het is meer van mij en Nikki en Olivia en de baby natuurlijk. Dus die houdt misschien dat ik later denk, ik zeg het gewoon. En jullie komen er vanzelf achter als je de weken een beetje doorrekent. Maar goed. In ieder geval is het. We zijn ervoor. Dus ik ben al 12 weken zwanger. En dat betekent ook dat ik in mijn tweede trimester zit. Dat doen we dan vanaf morgen, vind ik. Vandaag is de laatste dag van het eerste trimester. Oké, nou. Ik ga mijn moeder bellen, want die zit ook vol smart te wachten op goed nieuws, denk ik. Ik dacht, ik klets jullie even bij, want ik heb wel even niet gevlogd. En ik wil toch het een en ander vastleggen hiervan. Dus hier ben ik, in de keuken. Ik ben ondertussen wraps aan het maken. We hebben dadelijk
Nederland tegen Roemenië. Dus ik hoop dat ze winnen. Want dan is anders dit een heel stom verschut stukje waar ik er als een gekkie bij loop. Maar ja, vanochtend dus die echo gehad. Ik voel me helemaal blij daardoor. Wel misselijk van zwangerschap gewoon natuurlijk. En ook wel, nu zijn we op het punt aangekomen dat we tegen iedereen willen vertellen. We willen wel nog een beetje tot die 13 weken echo wachten. Dus dat is even afwachten wanneer we die hebben. Maar die 13 weken echo hebben we sowieso binnen, ja, ik ben nu 12 weken, dus binnen 2 weken hebben we die. Dus dat is wel leuk. Kunnen we tegen de hele familie vertellen. De zus van Nicky hebben we ook nog niet verteld. En de vrienden, ja, heel veel zijn op vakantie nu en zo. Dus dat, gewoon als we dan iemand zien. Ik vind het stiekem leuker. Als je dan iemand ziet om het dan te vertellen, dan dat je het online moet lezen. Dat je een appje stuurt of zo. Dus op de aankomende 2 weken ga ik gewoon mensen bezoeken en zo. Om, om dit leuke, heugelijke nieuws te vertellen. Dat is in ieder geval het idee. Ja, ook wel wat traantjes gelaten vandaag. Ik had vannacht gedroomd over mijn vader. Dat hij er altijd was in mijn dromen, zei hij. Dat ik hem altijd kon knuffelen in mijn dromen. En dat was ook zo. Dus het is natuurlijk dan wel een beetje emotioneel. Hij gaat deze baby natuurlijk nooit ontmoeten. Maar ergens voel ik ook een soort van connectie. Want ja, rond de tijd dat mijn vader overleed, is deze baby natuurlijk verwekt. Dus misschien is de ziel van mijn vader overgegaan naar deze baby. Dat hoop ik natuurlijk heel erg. Maar ja, dat moet je in geloven of niet. En voor mij voelt het wel heel erg dat het zo is. Dus dat is natuurlijk goed, want als ik er zelf maar in geloof. En ja, voor mij is het gewoon een kwestie van dat het zo is. Dus dan is het niet echt geloven. Ja, ik voel gewoon een hele sterke connectie met deze baby en mijn vader. Dat is natuurlijk ook omdat het met elkaar verbonden is. Doordat het vlak na elkaar gebeurd is natuurlijk. Ja, het leven en de dood van mijn vader en dan het leven van de baby. Dus ja, dat zit in elkaar verweven gewoon. En dat maakt het ook dat ik super dankbaar voor dit kindje ben. En zo blij word. En ook heel emotioneel maakt tegelijkertijd. Nog een beetje extra ten opzichte van mijn normale zwangerschap. Wat ik bij Olivia had, toen was ik ook wel emotioneel, maar nu zit ik echt om het minste en geringste te huilen, terwijl ik niet zo ben. Ik hoef vaak niet om zulke dingen te huilen. Nu wel. Maar niks, er is niks mis met huilen natuurlijk. Zo lekker Olivia ophalen. Ik ga het gezellig meekijken en ik denk dat we tegen een paar vrienden gaan vertellen dat we zwanger zijn. Simone en Matthijs weten het al. Die heb ik niet kunnen filmen. Ik heb wel proberen het gesprek op te nemen, maar dat lukte me niet. Want dan heb ik nadat we de vorige echo hadden. Dus toen we hadden een soort tussentijdse echo. Na die echo heb ik meteen gebeld. Omdat ze toen appte dat ze over me had gedroomd. Dat ik een baby had. En toen zat ik letterlijk bij de verloskundige praktijk. En toen vond ik het wel grappig om gewoon een foto van mijn echo te sturen. En toen belden ze me meteen op van wat is het echt? En ik vond het ook wel lekker om het tegen één vriendin in ieder geval te zeggen. Naast dat ik het tegen mijn moeder had gezegd. Nou, dus van die weet het ook. Heb ik niet gefilmd trouwens. Maar die vinden dat niet zo leuk. Mijn moeder ook niet, maar die heeft geen keuze. verder, wat is er nog meer in de tussentijd? Ik heb dus natuurlijk wat minder werk nu, omdat ik 2 maanden een beetje minder gewerkt heb. Als je een nieuwe klant proberen hebt te ronselen, moet ik het zo zeggen? Dat klinkt een beetje viezig. Nou ja, minder klanten, dat ik natuurlijk met die, met de dood van mijn vader zat.
niet zo goed kon focussen op klanten werven. Al het klantenwerk ging door, maar een nieuwe klant is dan toch weer wat lastiger of zo. Wat niet erg is hoor. Het is gewoon zo, maar daardoor heb ik nu wat rustiger. Wat ook niet erg is, want ik vind het wel lekker om een beetje van die, nou, nu van de zwangerschap te kunnen genieten. Ja, nu het allemaal weten dat het goed zit en zo. Kan ik binnenkort ook een leuke foto maken of een filmpje voor op social media. Ik moet aan te kondigen. Ik denk dat ik daar nog wel even mee wacht hoor. Ik denk dat we pas aan juli dat gaan aankondigen. Wow, nu is het heel donker. Dus nou, we zijn nu weer een beetje up-to-date. Ik ga proberen weer vloggen iets gestructureerder op te pakken. Puur omdat ik het heel leuk vind voor mijn kind dat ze dat later terug kunnen kijken. En ik zelf ook. Ik heb de zwangerschapsvlogs van Olivia zo vaak teruggekeken. Dus ja, dat is gewoon zo waardevol. Dus ik ga dat weer proberen iets meer te doen. Ik heb weer wat meer ruimte in mijn hoofd nu ook. Nou, voor nu. Thanks. Thanks voor kijken in ieder geval. En hou elkaar up to date. Tjoe tjoe. Ik heb een groene poes. Een groene poesje. Hallo, hallo. Het is vandaag 12 weken zwanger. Yay! Nee, zeg dat goed? Ik moet het nog even aanpassen in die apps die ik heb. Dan kan ik aanpassen hoe ver ik ben. Even wachten. Bewerken, uitgerekende datum aanpassen. 15 januari. Oh, nu heb ik het gezegd. Sst. En dus ik ben 12 weken zwanger. Heel leuk. Even kijken. Het is niet zo groot als een pruim. Ze zijn best groot al. Maar dat zag je ook wel. Een kolibri of een macaron. Dat zag je ook wel op de echo gisteren, vond ik. Gisteren met voetbal kijken hebben we het ook verteld tegen Laura en Marcel. Heb ik gefilmd, maar dan ga ik even dat filmpje terugkijken. Ik weet niet of het erg goed was, want ik had het heel gauw. Maar ze had het niet meteen door. En toen ging Fenne heel hard huilen. Want omdat Laura zo hard schreeuwde van wat? Oh, wat leuk. Dus dat was wel heel grappig. Maar ik kan dus niet meer filmen met deze kant van mijn camera. Echt zo jammer. Dus ik kan helemaal niet leuke filmpjes. Ik kan alleen maar met mijn camera filmen. Wat jammer is. En mijn frontcam doet hij dus ook niet in de gewone app. Alleen in WhatsApp kan ik filmen. Dus ja, het is allemaal een beetje behelpen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Wat ik nu ga doen is naar het ziekenhuis. Want we gaan prikken voor de NIP-test en de bloedonderzoeken voor de zwangerschap. Eerste en tweede trimester. Dus ik ga nu naar Tiel dadelijk als Olivia wakker is. En ik dacht, dat is wel weer leuk om even in de vlog te doen hoe dat gaat. Waarschijnlijk gaat het allemaal goed. Ik heb nooit zo'n moeite met bloed prikken. Normaal gesproken doneer ik ook bloed. Dus dit moet lukken. Dit is veel minder bloed wat we nemen. Dus dat is de planning voor vandaag qua zwangerschapsdingen. Ik ben nog steeds super misselijk, helaas, in de ochtend. Dus dat is nog niet voorbij. Ik zie er niet zo mooi uit, maar het is wel een leuke dag. Want vandaag hebben we eindelijk de 13 weken echo. We hadden van de week al een berichtje gekregen van onze verloskundige dat de NIP-test helemaal goed was. Er waren geen gekke dingen gevonden. En vandaag dan alleen nog maar de 13 weken echo en dan uiteindelijk nog de 20 weken echo. Maar ik ben wel de naïeveling die dan denkt, als het bij 13 weken goed is, dan zal het bij 20 weken ook goed zijn. Dus als we vandaag goed nieuws hebben, dan kunnen we het echt van de daken gaan schreeuwen dat we zwanger zijn. En misschien valt je al iets op dat ik op zolder zit. Ik heb even een test 2 weken hoe het bevalt in de zomer. Hier op zolder, om hier te werken. Ik zit er nu 2 dagen, maar aankomende 2 weken ga ik dus uitproberen om te werken hier. Want er moet natuurlijk een babykamertje komen. En we hebben een beetje zo doorgeschoven
Met kantoorruimte en logeerkamer en babykamers. Daar kom ik nog wel op terug in een andere vlog hoor, als het iets duidelijker is. Maar ja, ik game natuurlijk niet meer zoveel als eerst. Dus ik hoef niet zo'n grote kantoor te hebben. En eerlijk gezegd, die eerste 2 dagen bevallen me eigenlijk best prima hier op zolder. Het ziet er hier nog niet uit, maar dat kan nog komen later. Maar het werkt in ieder geval prima. En mijn buik is heel dik al. Het is echt al een beetje een buikie aan het worden. Maar goed, dat kan wel gebeuren als je voor de tweede keer zwanger bent. Oh ja, en ik zweer dat ik gisteravond de baby voelde in mijn buik. Wellicht was het meer mijn baarmoeder die aan het bewegen was. Maar ja, het voelde echt als een baby in mijn buik. Ik heb natuurlijk alles een baby in mijn buik gehad, dus ik weet hoe het voelt. En ik heb dat echt sinds Olivia uit mijn buik is niet meer gevoeld. Want als je darmen bewegen of verplaatsen, dat voelt echt anders dan een baby. Alleen, ik ben dus pas 13 weken zwanger nu, dus volgens mij kan dat helemaal niet. Maar ik zweer het dat ik het voelde. Ik vond het een heel fijn gevoel in ieder geval. Nu gaan we lekker naar het ziekenhuis en die niptest doen. En dan wordt het allemaal nog veel leuker. Hopelijk. Ik hou jullie op. Goedemorgen. We staan in de nieuwe badkamer. We hebben de badkamer verbouwd en het is eindelijk af. We moeten hem alleen nog even inrichten. Ik heb wel een paar dingetjes neergezet, maar dat is niet echt netjes opgeruimd of zo. Dus, nou ja, hij is in ieder geval af. We kunnen hem gebruiken. Super chill. Maar om jullie even up te daten. De 13 weken echo was helemaal goed. Het was erg fijn weer om de baby te zien. We hadden Olivia meegenomen. En dat mag dus blijkbaar niet. Je mag je kind niet meenemen. Dus, Nicky, ik moet jouw auto mee, hè? Ik moet Flint toch meenemen? Nou, jammer, hè? Koop een keer een auto. Ja, jij mag hem ook voor mij kopen. Ja. Maar goed, we hadden Olivia dus mee. En dat mag niet, omdat het een medisch onderzoek is. Dus toen moest Nicky alsnog op de gang blijven zitten. Echt zo stom. Want ik heb er toch nog wel een beetje een soort van trauma aan overgehouden dat de vorige keer dat Nicky niet mee was, hadden we een miskraam. Dus dat is wel, ja. Maar goed, het was allemaal goed, gelukkig. Dus mijn zorgen waren al niks. Het was wel spannend. Maar alles goed. En ja, ze mag natuurlijk niet zeggen wat het geslacht is. Maar ze had wel een plaatje. Toen zei ze, nou, hier kunnen jullie zelf kijken. En met jullie vrienden overleggen over de jongen of meisjes. Dus dat hebben we gedaan. We hebben tegen wat vrienden verteld en die foto laten zien. En het is niet eenduidig jongen of meisje. Dus we weten het nu eigenlijk nog steeds niet. Maar degene met verstand, die zeggen dat ze dat kunnen zien. Ja, het zijn wel hobby. Echoscopisten, zal ik maar zeggen. Die zeggen jongen. 2 van die. En eentje zegt meisje. Dus ja, het is ook niet eenduidig. Het is, ik ben benieuwd. We weten het pas over 7 weken. Want we gaan geen pret-echo doen. Het wordt over bij de 20 weken. Nou, dit is de buik. Je ziet het wel een beetje. Ik heb ook vandaag voor het eerst een zwangerschapsbroek aan. Want het zat me allemaal niet meer lekker en ik dacht, ja, waarom zit ik mezelf ook zo te pijnigen met die strakke broeken? Laat ik gewoon een zwangerschapbroek aandoen. Nou, dat was een beetje een update over de baby. We hebben het dus gisteren ook tegen al onze vrienden van hier uit het dorp. Die weten het nu. Nee, nog niet allemaal, maar wel bijna allemaal. Dus van de vriendengroep weet iedereen het. Dus dat is wel leuk. Dus daar kunnen we het open over hebben met baby's en zo. Er zijn 4 vriendinnen van mij. We zijn met z'n 4 zwanger. Hoe leuk. Dat is echt heel leuk. Dus dat. En die reageert ook echt super leuk. Maar ik moet nu gaan, dus ik ga ophangen.